We zijn geschorst op de markt in Noordwijk per vandaag. De vergunning is per direct ingenomen, de vergunning van meneer Heba. En we hebben al enige tijd een samenwerking. Meneer Heba die had op een gegeven moment die vroeg ons om zeg maar, te steunen. Dus hij wilde over op het Ilias-concept, wat uiteraard gewoon mogelijk is. We hebben ondersteund. We hebben zijn kraampje een upgrade gegeven. We helpen hem met al onze artikelen. En op een gegeven moment de klanten in Noordwijk, echt ontzettend mooie, lieve mensen, die werden heel blij. Meer klanten kwamen erbij. Het was gewoon ideaal om te zien hoe blij meneer Heba ook was. Ja. En maar op een gegeven moment mensen binnen de gemeente, althans de twee marktmeesters, die beweerden continu dat meneer Heba zelf in persoon niet aanwezig was. Want dat is noodzakelijk? Dat is voor die markt noodzakelijk. En wij hadden al heel lang verklaringen van mensen, van de buren, van klanten, die steeds zeggen, nou, hij is er altijd, hij is er ook altijd. En het... Klopt dat ook? Ja, tuurlijk, ik ben altijd aanwezig. En marktmeester, je controleert elke keer en dan ben ik altijd. En in de laatste tijd krijg ik een brief, dat ben ik niet. En dat klopt niet. En daarom zijn jullie nu geschorst? Ja, en daarom zijn we nu geschorst, ja. En hoe werkt dat nu? Hoe lang zijn jullie geschorst? Voor wat de brief heeft gezegd, is de vergunning helemaal ingetrokken. We gaan het uiteraard ga ik meneer Heba helpen, ja. Omdat we die plek terugkrijgen. Want je ziet, we staan er best wel verslagen bij in deze situatie. Ja. Kijk, ik heb vandaag ook nog wel wat andere kraampjes staan, weet je. Maar het is natuurlijk ook de bezigheid van meneer Heba. En ook een bron van inkomsten voor meneer Heba. En zeker de donderdag, dat is voor hem, ja, dat is... Hij heeft twee markten, de dinsdag en de donderdag. En de donderdag is toch echt van essentieel belang om hem ook in stand te houden. Hè? Zoals die mist, dat is een grote inkomstenbron die dan gelijk mist. Ja, we krijgen gelijk de opmerking eigenlijk voor de gemeente dat jullie mag niet staan. En natuurlijk kosten ze zo in dag kosten voor ons ook, natuurlijk ook wat. En wij hopen dat we oplossing vinden nou, voor volgende week weer om te staan. En wat is nu de volgende stap? De gemeente aanklagen? Of? Wij zijn sowieso altijd in voor gewoon een eerlijk gesprek. Kijk, met de marktmeesters was het eigenlijk altijd onmogelijk om een net gesprek. Veel te autoritair, dat werkt niet. Wij willen gewoon netjes in gesprek. Wij hopen dat de politiek in Noordwijk ons wil helpen. Wij hopen dat de andere ondernemers ons willen helpen. Dat is echt wat we hopen. We hopen ook gewoon echt dat het gewoon nog kan. Dat meneer Heba weer kan staan. En uiteraard dat mensen onze spullen ook weer daar kunnen proeven. Nou, een slechte zaak. Waarom? Absoluut. Nou, omdat het ook iemand is die we ook nodig hebben op de markt. Je ziet het zelf, je hebt staan filmen, er staat bijna niks meer. En de mensen die we dan nog hebben, als je die ook weg gaat sturen, ja, dan wordt het een lastig verhaal. Ja, de ene week zeggen ze, we gaan de markt privatiseren. Dan mag alles zelf bepaald worden, maar voorlopig is er nog niks aan de hand. En het feit dat er wordt beweerd dat meneer Heba niet aanwezig was, klopt dat volgens u? Nee, volgens mij niet. Ik heb hem één keer gemist en toen moest hij mijn beste man, toen is hij naar de dokter geweest. Want hoe lang staan jullie hier naast elkaar al? Denk 15 jaar of langer. Ik kom hier elke week en ik hou je altijd heel graag lekkere dingen. Olijven, brood, tapenade. Maar ja, nu is hij hier dus helemaal weg, de kraam. Dat vind je dus wel jammer? Ja, ontzettend, want ik kom hier speciaal voor. En naast de kaasboer haal ik altijd lekkere spulletjes bij Ilias. En het is helaas vandaag niet het geval. Dus je vindt dat de schorsing ingetrokken moet worden? Ja, zeker, want ik bedoel... Zonder deze kraam is de markt gewoon geen markt. Ik bedoel, het was juist een enorme toevoeging, de uitbreiding van de kraam met meneer Heba elke week. Ik mis het, ja. Vindt u het jammer dat meneer Heba nu niet meer op de markt staat hier? Uiteraard, ik kom hier al heel lang. Ik denk ook een 10, 15 jaar dat ik de heer Heba ken. En elke week. En ik kreeg te horen dat er wat problemen zijn met de standplaats. En waar ik het niet mee eens kan zijn. En er wordt beweerd dat de heer Heba niet zelf aanwezig is. En ik kan absoluut beamen dat de heer Heba elke week aanwezig is. Het is zo ontzettend jammer. We hebben een markt die eigenlijk aan het leeglopen is. Nou komt Ilias erbij en dat was echt een aanwinst voor onze markt. Daar kwamen zelfs mensen voor naar de markt. Ja, en dan wordt hij om zoiets geschorst. Ik vind het zo ontzettend jammer. Want u kwam zelf ook vaak wat kopen? Ja, iedere week. Het is gewoon belachelijk. Waarom? Nou, om het simpele feit zeg maar dat deze meneer hier altijd elke week aanwezig is. En de gemeente zeg maar door middel van, laten we zeggen, een futiliteit. Dat deze meneer dus geschorst is van de markt. Dat is gewoon, dat kent zijn weergaan niet. Want u kunt beamen dat hij altijd aanwezig is? Hij is sowieso altijd aanwezig. Elke week. Maar los daarvan, ik bedoel, het is... Dat deze meneer geschorst wordt, zeg maar, dat is weer een neergaande spiraal.
Het is een verrijking van de markt. En schorsen om zo vitaliteit, zeg maar, dus beweren wat iets dat dus niet het geval is. Nou, dat grenst, is onrechtvaardig. Grote fout van de gemeente dus? Nou, grote fout van de gemeente. Het is gewoon niet juist. Niet duidelijk en niet juist vermelden van de feiten die er liggen. Want hij is er dus wel. Hij is elke week.